Angela, de voormalige geliefde van cabaretier Theo Maasen, heeft een bom laten barsten. Ze is de klokkenluider die naar buiten heeft gebracht dat Theo zijn vrouw Joyce zou mishandelen of hebben mishandeld. Ze beschikt over veel bewijsmateriaal, waaronder een afgesprek van 120.000 woorden met Joyce. Theo ligt nog steeds onder vuur, ook al heeft Joyce via zijn management plotseling ontkend dat hij haar een gebroken neus zou hebben bezorgd. Dat is vreemd, want Joyce had het weekblad privé toegestaan om haar appjes te citeren. Wat is hier aan de hand? Hoe kijkt Angela hier nu tegenaan? Allereerst, hoe is het met Angela? Ze zegt in Nieuwe Revue: Ik heb slecht geslapen in de aanloop naar het artikel in Privé. Maar nu gaat het weer goed met me. Ik heb gezegd wat ik moest zeggen en het is op een nette manier gepubliceerd. Denkt Angela dat de vrouw van Theo nu weer gezellig naast hem op de bank zit? Ja. Ik ken Theo en ik denk dat hij en zijn vrouw zich hebben verenigd en dat Theo thuis op de bank zijn wonden verzorgt. Hij zal zich daar het slachtoffer voelen, iets wat hij altijd doet als hij in de problemen komt. En daar weet ze als zijn ex Minares alles van. Toen Joyce erachter kwam dat hij vreemd ging, huilde hij in mijn woonkamer, bang dat hij al zijn vrienden zou kwijtraken. Angela laat zich niet afschrikken door de beschuldigingen van figuren als Johan Derksen dat zij Theo in een nare situatie heeft gebracht. Dat heeft hij zelf gedaan, vindt ze. Hij heeft chaos en een duister verhaal gecreëerd waarin zijn omgeving vastzat. Ze sluit af, als boeddhist bid ik voor hem, zijn vrouw en de kinderen, in de hoop dat ze weer in liefde en werkelijkheid met elkaar kunnen leven. Hopelijk kan Theo zichzelf vergeven nu alles openbaar is gemaakt.